Ja, goedemiddag en goedemaandag, lieve nieuws-PV'ers. Wat waren het afgelopen weekend prachtige zonnige dagen. Wat was iedereen lekker aan het samenklonteren in de natuurgebieden. Het leek haast alsof het hele land gevaccineerd was en de IC's totaal niet overbelast. En ik werd er in ieder geval enorm vrolijk van. En dat ontspannen gemoed kwam ook doordat er de afgelopen week helemaal niet werd geblunderd in Den Haag. Geen enkel kabinetslid stapte op. Ik bedoel, er zijn weliswaar niet veel meer over, maar toch, er was geen brievenbusschandaal of een domme uitspraak of een gedwongen ontslag. En even leek de politiek voor mij weer hoopvol. Zie je wel, dacht ik, ze kunnen het dus wel. En toen besefte ik dat die afwezigheid van gedoe niet zozeer kwam doordat het demissionaire kabinet opeens handelingsbekwaam bleek, maar omdat ze gewoon met herfstreces was. En dan ga je toch nadenken, lieve luisteraar, of het misschien niet beter is om de huidige demissionaire coalitie voor de rest van het kalenderjaar dan ook maar op vakantie te sturen. Voor de formatie maakt het toch niks uit. Die ligt nog steeds stil, omdat men nog steeds meer bezig lijkt met de volgende verkiezingen dan met de huidige crisissen. Het gaat het kabinet niet om het handelen in het heden, maar om de macht te behouden in de toekomst. En daardoor beweegt ze zo min mogelijk. Want ja, ieder besluit kan je zetels kosten. En zo zullen er waarschijnlijk pas tegen Pasen 2023 bordesfoto's van de nieuwe coalitie genomen kunnen worden. En tijdens het wandelen dit weekend ging ik dan ook een beetje nadenken, lieve luisteraars. En ik dacht aan een uitspraak van Winston Churchill, die ooit zei dat democratie de minst erge staatsvorm was. Maar ja, dat iets de minst vervelende optie is, wil natuurlijk niet zeggen dat er dan geen ruimte is voor hervorming. Want in de loop der tijd komen er heus wel verbeterpunten aan het licht. Verbeterpunten die bijvoorbeeld een toekomstige formatie veel sneller kunnen laten verlopen. Zoals, ik zeg maar wat, het instellen van een maximum aan het aantal termijnen waarin je in Nederland premier mag zijn. Of partijen verbieden om voorafgaand aan de formatie al onderling afspraken te maken dat ze alleen met elkaar willen. En wat op de lange termijn ook zou helpen, is om bewindslieden te verbieden om aan te schuiven bij spelprogramma's, talkshows of zomergasten. Om te voorkomen dat ze worden gekozen op basis van hun persona in plaats van om hun inhoud. En wat natuurlijk ook een idee is, is om politici die door hun gedrag het imago van de overheid grove schade hebben toegebracht, gewoon meteen weg te sturen. Zoals wanneer ze bijvoorbeeld aantoonbaar hebben gelogen, de wet overtreden hebben of notities verduisterd. Kijk, de democratie zoals we haar nu hebben is inmiddels totaal uitgehold. De huidige kopstukken hebben de mazen in de wet gevonden en ontdekt hoe ver ze de rechtsstaat kunnen oprekken zonder ervoor te worden weggestuurd. Nou, tijd voor een grondige herziening, waardoor de democratie weer wordt ingezet waarvoor ze ooit werd ingesteld. Ter volksvertegenwoordiging. Omdat ze er niet is voor de bestuurders, maar voor de burgers. Omdat ze er niet is voor de woorden, maar voor de daden. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.